Het was gisteren 5 jaar geleden dat muziekicoon Michael Jackson overleed. Fans over de hele wereld organiseerden herdenkingsdiensten. Dat gebeurde ook op de parkeerplaats van de McDonald's in Best, waar een enorm standbeeld van de King of Pop staat. Fans komen hier jaarlijks bijeen om stil te staan bij hun idool. Het is voor mijn vriend, een broer, ja, en een artiest. Waarom moeten wij hem gedenken 5 jaar na zijn overlijden? Ik vind van omdat hij voor de wereld dingen heeft gedaan, zoals liefdadigheid. Daar was hij heel veel in. En ja, daarvoor vind ik dat dat doorgevoerd moet worden. En dat doen we dus nu met dit ook. Wij zamelen nu ook geld in voor een goed doel. Wij doen het nu voor het McDonald's, Ronald McDonald's huis. Iedereen kocht een zonnebloem voor 2 euro. En dan gaat daarvan 1 euro naar het Ronald McDonald's huis. Deze persoonlijke herinnering is in Praag geweest. Ben ik bij een concert van hem geweest. En het was het eerste concert van de History Tour. En de avond ervoor stond hij het concert te repeteren. En daar heb ik dus van begin tot het eind voor het eerste keer repetities gehoord daar. Ah. Dat is echt een heel mooi moment geweest. Alle aanwezigen voelen een sterke band met Jackson. Een band die vaak verder dan muziek alleen reikt. Als je eigen familielid overlijdt, dan breek je die op. Laat ik het zo zeggen. Je ziet hem als je eigen familielid. Omdat ik het jullie heb. Dus ja. En, is dat ook de reden waarom het zo belangrijk voor je is dat je een aantal prachtige tatoeages van hem laat zien? Ja, die is van toen van Leipzig. Van Leipzig? Ja, 2006. Ja, leuk. En die is gewoon omdat ik denk thuis op je hart. Eigenlijk, nu zo. Iemands naam zit in je hart van altijd. En dit is zijn naam in mijn hart. Met een engelenvleugels, omdat hij nu een engel is. Het is duidelijk dat Michael Jackson een enorme impact heeft gemaakt op deze groep fans. Ze draaien zijn muziek, vertellen verhalen en gaan op een groepsfoto. Zo steunen ze elkaar op de sterfdag van hun idool.